ver. Nakate. Dus welkom terug op mijn YouTube channel. It's your girl Gladys. Welkom iedereen. Welkom nieuwe abonnees. Jullie zijn van harte welkom op deze geweldige familie. Ik ben Gladys natuurlijk. Ah, mijn content is gebaseerd op lifestyle, fate en vlogs. En ja, in de lifestyle is echt motherhood. Is echt me, myself, my own identity. Yeah, the young lady that I'm still. Because I'm still a young lady, okay? Ook al ben ik 30. Ik voel me nog steeds 20 hoor. Nou, anyway, vandaag hebben we een nieuwe serie waar we mee zullen starten. Het heet The Couch Talk. Yes, guys, The Couch Talk. We zullen hier zitten en gewoon lekker chit-chat met elkaar. Lekker praten, lekker klus op de bank. Dus ik adviseer je, ga lekker op de bank zitten. Doe je tv wat luider en volg. Nou, het verhaal van vandaag dat ik met jullie ga delen is, zoals je het al kunnen lezen, is mijn bevallingsverhaal. En heel veel van mijn abonnees, volgers op andere social media's die ik heb. Oh ja, trouwens, volg me op Instagram en volg me op Snapchat. Yes, guys. Do it. Let's be a community. Dus heel veel van hen hebben gevraagd, ja, wilt u misschien... een bevallingsverhaal met me delen. En ik dacht, nou weet je wel, dat kan op zich wel. Gelukkig had ik een paar beelden ook opgenomen. Niet echt tijdens de bevalling. Because nee, dat gaan we niet doen. Dat is too much. Dus ik heb wel gewoon een paar beelden ook na de bevalling en zo. Dus ik ga eerst gewoon praten. En daarna een kleine mini vlogjes van de beelden die ik heb. Dus ja, let's start. En voordat we gaan beginnen, I want to clear this out. The bub is bubbing. But I want to clear this out. Want toen ik de announcement had gemaakt dat het was bevallen. En sommige mensen, de manier hoe ze tegen mij ging feliciteren was wel een beetje... oh Gladys, ik heb hiervoor gebeden. Oh Gladys, ik heb dit in een visie gezien. Oh Gladys, eindelijk dat je bent bevallen. I was like, okay, what the heck. Waarom ben ik opeens een gebedspunt voor iemand geweest? Nou, okay, let me clear her out. Want ik weet dat heel veel mensen, I know, dat heel veel mensen dachten dat ik geen kinderen kon krijgen. Want ik ben in 2019 getrouwd. En je weet hoe het gaat. Ik weet niet of het alleen maar de Congolese cultuur is. Of in de black community. Misschien ook bij andere culturen. Dat ze verwachten dat je binnen nu en een jaar, wanneer je getrouwd bent, dat je een kind moet hebben. Nou, guys, ik ben daar niet van. Ik en mijn man waren daar niet van. Dus dat deden wij niet. Wij gingen gewoon lekker genieten. Wij gingen lekker geld opzij zetten. Want onze visie, onze missie, onze visie, ons doel was om uiteindelijk eerst een huis te kopen. En om dan vervolgens pas kinderen te krijgen. Maar ja, in deze community, in deze gemeenschap waar ik ben opgegroeid, dat boeit er niet. Dus verhalen gingen rond. Ja, Gladys kon geen kinderen krijgen. Gladys dit, Gladys dat. Dus hierbij. Voor nu en voor altijd. Gladys was aan de anticonceptiemiddel. Daarom was ze niet bezig met kinderen. Oké? Gladys was on the anticonception. Oké? That's why she was not having children. Oké? Gladys, als ze lijkt om la pilule. Ze poussé là. Moi, als ze lijkt om ja te. Oké? Nou, dat was naar lang niet. Want Frans gaat hem zo niet worden. Dus hierbij. Period. Nou, mijn bevallingsverhaal. Volgens de berekeningen van de verloskundige moest ik op 9 december bevallen. Maar onze kleine mannetje dacht, nou het is lekker warm. Ik blijf nog wel even. Dus op 13 december precies te zijn in de middag. We waren gewoon thuis. Dutje aan het doen, want ik sliep echt veel. De laatste periode, ik sliep echt veel. Dus ik sliep gewoon. En op een gegeven moment in mij, of iets in mij, ik voelde gewoon een plons.
Ik denk, oké, ik ga maar naar het toilet, weet je. Het had zin om te plassen. Dus ik ga naar het toilet. En in die laatste dagen droeg ik echt die grote maatverband. Echt die opzijberen, die grote maatverband. Dus ik ga naar het toilet. En ik zie mijn maatverband is zo vochtig. Lijkt zo verzadigd. En het had een heel andere textuur, weet je. Want als het urine zal zijn, als het plas zal zijn, zal ik het gewoon zien. En ik zei dat, maar dit was een beetje slijmerig, een beetje anders. Ik dacht, Dus ik maak een man wakker, want die lag te slapen. Ik zeg, nou babe, ik denk, weet je wel, let's go. Dus, want ik had niet in mijn hoofd dat het mijn vliezen waren. Want weet je toch, we zien op films, we horen. En ik dacht echt dat ik ergens een plons, dat ik echt gewoon water, tja. Zal horen, maar dat was niet het geval bij mij. Dus ik bel de verloskundige en ik leg haar uit. En ze zegt, ja, je vliezen zijn gebroken. Ik dacht, oké. En toen was het half één was het. En toen dacht ik, oké. Dus toen zei ze, nou, ga gewoon lekker even douchen. Ga gewoon even wat doen. Want ja, als je vliezen zijn gebroken, wil niet gelijk zeggen dat de bevalling start eigenlijk. Dus dus toen zei ze, ze komt zo. Dus in de tussentijd ging ik dus douchen. Ja, ik voelde me smerig, vies en zo. Dus ik dacht, ik ga lekker douchen. Even alvast gewoon iets anders aandoen. En toen ging ik nog naar beneden, guys. Ik ging nog stofzuigen. Ik ging nog stoffen. Ik ging schoonmaken. I don't know why. I really don't know. En toen ging ik nog eten. En toen begon het, guys. Toen begon ik, wat je noemt, weeën te voelen. In ieder geval, ja, dat dacht ik. Maar het was ook zo. Dus, en die weeën bleven maar komen. Echt, bleven maar komen. En op een gegeven moment echt achter elkaar. Ik dacht, wat ik? Laat me die vrouw weer bellen van, hé, luister dan. Ik heb nu ook gewoon weeën. Dus, besef, we belden haar eerst om 12:30. En ik denk een uur later, 13:30 ongeveer, kwamen die weeën toch en zo. Dus zij kwam pas 14:30, 3 uur, zoiets kwam ze. Oké. Dus toen zei ze, kom, gaan we naar boven, naar mijn kamer dus. Om even, hè, weten hoeveel centimeter je bent. Nou, guys, echt serieus, weet je. Dat toucheren, dat ping. Oh my god. Anyway, she did it. En toen bleek dat ik 4 centimeter was. Toen zei ze, oké. Nou, de keuze is aan jou. Wil je al naar het ziekenhuis of wil je wachten tot je 5 centimeter bent? En, wil je al naar het ziekenhuis gaan of wil je nog thuis blijven tot het 5 centimeter is? Zeg, sis, let's go to the hospital because ain't nobody got time to be delivering my child at home. Want dat is iets wat ik totaal niet wilde. Ik bel door mijn witte muren. Nee, dat gaat hem echt niet worden. Dus toen belde ze naar het ziekenhuis en kijken om te vertellen dat we zouden komen. En er was ook plek gelukkig. En toen gingen we daar naartoe. Nou, in de auto. Mijn man had al van die onderleggers gezet op de stoel, op de grond, alles. Hij was like, in case dat je hier gaat bevallen, mijn bank, mijn stoel, mijn auto. Dus hij had onderleggers gezet. En toen ging ik naar het ziekenhuis. En onderweg, ja, ze begon echt achter elkaar te komen, guys. Ik dacht, wauw, dit is het. We gaan naar binnen. De booty, de bimi. We gaan naar binnen. En de in en uit. Dus we komen aan in het ziekenhuis. Ik denk, rond 4 uur, even kijken, 4 uur zo, kwamen we. Dus gelukkig waren we voor de file al in Rotterdam. Want ja, waar ik woon is er geen ziekenhuis. Dus we moeten ongeveer bijna 20 minuten moeten we reizen om naar de dichtbijzijnse ziekenhuis te gaan. Yes, guys. Dus we kwamen aan. Ze hebben ons ontvangen. En ik denk dat ik nog een video heb van hoe de kamertje eruit zag. Dus we kwamen binnen, ze gingen zitten en de weeën bleven komen, En hey, shout-out naar verlosmoeder op YouTube. I'm gonna tell you, for every woman that is now pregnant. Or je bent zwanger. Volg haar. Oh joh, ik heb zoveel tips van haar ontvangen. Echt gewoon, zelfs gewoon om de weeën weg te puffen. Wat je kon doen, wat voor houding en etc. en zo. Ik was zo kalm, guys. Een wee kwam en hij was like... En ik kom weer verder. Zelfs die gynaecoloog zei, zo, jij puft je weeën weg, goed weg. Of whatever, jij puft het goed weg. Echt, verlos moeder op YouTube. Ik ga haar linken in de beschrijvingbox. Zij is gewoon top. Echt, met alles heeft zij me echt geholpen door haar filmpjes te kijken. Echt, zij is gewoon top.
Anyway, dus we gaan verder. Dus we komen daar aan. Dus ik denk, ik ben al ver. Ik ben al ver. Dus hoe ik zei het, rond 4:30, 4:30 zo waren wij aangekomen in het ziekenhuis. En ik denk een uur later kwam mijn eigen verloskundige in het ziekenhuis aan. Dus zij ging mij weer strippen. Of ja, ze ging mij weer toucheren. Kijken hoeveel centimeter ik was. Ik wetende, denkende, ik ben sowieso al ver. Want de manier hoe de weeën achter elkaar komen. Ja, ik denk Lerona zo'n botta, kaka, na mini. 5 centimeter. Jongens, van 14:30, 2 uur later, dat ik gewoon 1 centimeter erbij had. I was like, what the heck, what the heck. En ik begon ook moe te worden en zo. Wacht, ik ga nog even de overdracht erbij halen. Want echt, 5 centimeter. Want het moment, ja, 5 centimeter. Ik was 5 centimeter. Wacht, ik had het hier ergens goed zien. Ik was 5 centimeter. Ja, dus er was maar 1 centimeter bijgekomen. Like. En ik was al moe. Ik begon moe te worden. En met 5 centimeter heb je niks. Want de officiële ontsluiting wanneer een vrouw mag persen is 10 centimeter. Laten we zeggen vanaf 9,5. Vanaf 9,5 of tot max 10 mag je pas gaan persen. En ik denk dat mijn verloskundige ging overleggen met de gynaecoloog van het ziekenhuis. En toen zijn ze uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ik medisch word. Dus medisch in de zin dat ik een ruggenprik of in ieder geval medicatie ga krijgen om de ontsluiting te bevorderen. Nou, laat me even hier stoppen. Want meestal voordat tijdens de bezoeken bij de verloskundige maak je een geboorteplan. En een geboorteplan is gewoon, zijn jouw bepaalde wensen als vrouw of samen met je partner. Als moeder-to-be, je bepaalde wensen die je op papier stelt. En die wordt gegeven aan de verloskundige en aan het ziekenhuis of in ieder geval waar je gaat bevallen. Zodat ze een beetje weten van wat je wensen zijn, weet je wel. En één van mijn wensen was dat ik totaal geen ruggenprik wilde. Want ja, van alles wat ik heb gezien, van alles wat ik heb gehoord. Dat mensen ook na jaren ook rugklachten zullen hebben. En weet je, het kan misgaan, je kan verlamd raken. Like, heel de dramatische scenario had ik in mijn hoofd, tuurlijk. Dus ja, why not? Dus dat was echt een no-go. Ik wilde nog iets anders. Ik wilde nog zuurstofje, toch lachgas. Ik wilde nog misschien andere dingetjes, maar geen ruggenprik. En ja hoor, wat krijg ik? Ik kreeg een ruggenprik. En op dat moment, guys, ik zeg je eerlijk, het gaat echt niet meer om mij. Het gaat niet meer om jezelf. Het gaat er gewoon om dat je het kind eruit wilt. En dat hij gewoon gezond is, weet je. Dus toen hadden we uiteindelijk, we zijn meegaan. Dus toen kreeg ik ook een andere kamer. Een andere ruimte. En toen kreeg ik een medicatie toegediend. En ik zeg je eerlijk, je voelt er niks van. Weet je toch hoe we die filmpjes zien? Dat je rug zo bloot is. En dan, ja, kom. Je voelt er niks van. En toen ik het kreeg, toen ik die eerste shot kreeg. Mama, ik voelde niks meer. Want ten eerste, je voeten zijn oud. Je bent verlamd voor een paar uurtjes. Mijn benen waren oud. Ik kreeg een katheter. Want ja, ik mocht natuurlijk niet uit bed. Dus ik urineerde in een slang. In een zak. Die kwam altijd in een zakje. En zodoende. Dus ik werd er ook moe van. Want het is natuurlijk, het is best wel een stevige, heftige pijnstilling. Dus ik viel ook in slaap. Ik viel in slaap. Ik voelde de weeën ook niet meer. Dus het zijn weeënopwerkers. Maar je voelt de weeën niet eens meer opkomen. Want ik voelde die weeën niet. Ik zag alleen maar op die apparaat. Ik denk, oké, ja, dat is een wee, denk ik. Dus de tijden gaan. Ze komen weer toucheren. Ik was denk ik 7,5. En toen was het al voorbij. 7, 8 uur. Later kwamen ze weer. Dat was rond, even kijken, dat was voor middernacht. Dat was denk ik rond 23:30. Was ik al 9,5 centimeter, guys. I was happy, of course, maar ik was moe. Dus toen ze zagen dat ik moe was, zeiden ze, omdat je 9,5 bent, ga even slapen. Ga even slapen en dan komen we over een uurtje weer terug. Om te kijken van, hè, hoe ver ben je en hoeveel kracht en energie je hebt. Want, guys, die... Sommige dingen, ik kan uitleggen, ik kan vertellen, maar you need to experience this by yourself, guys. Hey, 9,5. Dus ik ging slapen, echt. En ik had het zo koud. Ik weet niet, als het kwam door de medicatie die ik kreeg, ik had het zo koud. Ze gaven me zeker voor 3, 4, 5 tekens. Ik had het zo koud. Ik weet niet, als het lichaam het ziekenhuis, maar het was koud. En jullie kennen mij, ik had niet echt koud.
Ik kan niet tegen koud. Echt, ik had het koud. Ik had nog extra die dikke sokken meegenomen. Echt, guys, I was ready. I was ready. Dus toen kwam de tijd aan. Toen was het middernacht. En toen begon het. Toen mocht ik eindelijk persen. Nou, ik heb heel lang lopen persen. Echt, de duur van uitdrijving was 1 uur en 4 minuten. Persen, persen, persen. Oh, persen, persen. En er was één ding die ik had onthouden van een van mijn zussen. Die al bevallen was. Ze zei, luister goed naar de verloskundige. Of naar de gynaecoloog, sorry, naar de gynaecoloog. Als hij zegt pers, dan pers je. Als hij zegt stop, dan stop je. Hey! Dat is het enige dat ik heb onthouden, want ik was... Ik zei tegen mezelf, ik ga niet scheuren. Ik wil niet scheuren. Hey! Ja, ja, ga op Google. Zie hoe sommige vrouwen zijn gescheurd. Echt, respect. Maar ik zei, dat ga ik niet aankunnen. Dus ik was echt, ik zei ook tegen die vrouw, als u zegt pers, ik pers. We gingen bij 1, 2, 3. 1, 2, 3. En toen kwam de moment. Hey! Dat was het moment dat het hoofd al eruit is. Het hoofd is al daar. Je ziet everything. Maar ze zegt, hou vast. Ring of hell. Like, letterlijk. Je weet toch, heel je vagina is dan helemaal uitgerekt. Omdat, guys... I was like, are you serious? Nu is toch het moment dat ik juist door moet zetten. Ze dacht, nee, hou vast. I was like... Maar ik dank de Heilige Geest dat ik had zo'n rust in mij, guys. Voor die mij kennen, ik kan niet tegen pijn. Ik kan niet tegen pijn, guys. Maar ik had zo'n rust in mij. De Heilige Geest was zo in mij. Ik was zo kalm. Ik dacht dat ik dramatisch zou schreeuwen. Hoe ik zie het op films. En ik zei het gemaakt, guys. Ik was zo kalm. Ik was zo kalm. En toen kwam het moment dat ze zeggen, oké. Nu gaan we ervoor. Maar nog steeds lukte het niet. En ik had een stagiaire gynaecoloog. Dus was in haar laatste jaar bezig. En uiteindelijk kwam de echte gynaecoloog. Dus zeg maar haar mentor of haar begeleider. En nee, deze vrouw, she was an angel. You know, sometimes you need that person that will bring you to the other place. To the other... Hey, deze vrouw kwam binnen. Hey, ik denk dat David binnen 10 minuten was hij er. Hey, ze was like, Gladys, we gaan dit doen. Kom op. Hè? Hè, oké. 1, 2, 3. Nog één keer. 1, 2, 3. Dus dan pers je, dan moet je een soort van 10 minuten of 10 tellen je adem inhouden. En dan weer... En dan weer pressen. En guys, het blijft de mooiste moment van mijn leven. Toen was het tijd. David was gekomen. Ik perste die laatste pers. Die laatste pers. De gynaecoloog zei, dit is de laatste. Geef het al. Ik zie mijn moeder, mijn man, want die stonden aan mijn zij. Ze duwen mij zo naar voren. Oeh. En daar was David. Oh joh. Daar was David. Hij kwam huilend uit. Oh joh. Oeh. Hij kwam er huilend uit. En he was reaching. Weet je, zijn armen waren zo geopend naar mij toe. Het was zo'n mooi moment. Weet je, ik kan het gewoon niet beschrijven. Het voelde ook tegelijkertijd als een opluchting. Want echt alles... Alles kwam eruit. Alles kwam eruit. Ik begon te huilen. Zoals mijn man. Oh, hij lila kate. Dus, wacht even. Het blijft nog steeds echt een mooi moment. Echt, ik gun het ieder vrouw. Mijn gebed is echt dat ieder vrouw moeder mag worden. Dat ieder vrouw mag ervaren om zwanger te zijn en om te bevallen. Because ik kan beschrijven hoe ik het wil. Maar at the end of the day, ik gun het jullie ook gewoon zelf. Het is zo'n mooie ervaring. Het is zo mooi. En mijn zoon was daar. I grabbed him. I hugged him. Echt. Je gaat niet eens meer letten op zijn viezigheid. Want hij komt helemaal wit natuurlijk eruit. Van alle viezigheid dat in je buik zit en dergelijke. Daar let je niet eens meer op. Je focus is daar niet op. Je focus is gewoon... I have given birth to a human being. Like, give him. En ja,
dit was de outfit die ik ook aan had. Ik koester deze outfit met mijn leven. En toen hadden ze zeg maar mijn shirt opengemaakt. Zodat hij gelijk aan de borst gelegd kon worden. En it was just echt de mooiste dagen van mijn leven. Gewoon echt. Het was zo mooi. Het was zo wonder. Dat is gewoon een wonder, guys. Dat is gewoon een wonder. Echt tegelijkertijd een opluchting. Alles kwam eruit. Mijn nageboorte kwam echt binnen. Even kijken hoor. Echt binnen een paar. Ja, binnen 9 minuten kwam mijn nageboorte kwam eruit. Dus dat zijn de placenta en alle viezigheid en zo, denk ik. Het was echt mooi, guys. Het was echt mooi. Het was echt mooi. Het was mooi. David was geboren. 12/12/2021. Hij is geboren. Even kijken. Ja, hij is geboren met 36,90 gram, 52 centimeter en ja, beautiful, beautiful. Hij is met zijn achterhoofd eruit gekomen natuurlijk. Guys, beautiful, beautiful. Ik kan wel al deze dingen hier lezen. Breng me weer terug naar die tijd. Hij is om 2:39 geboren. Van het moment dat mijn vliezen zijn gebroken tot na de bevalling heeft het in totaal 14 uur geduurd. Hey! Dus dat is vanaf het moment dat vliezen waren gebroken. Dus naar Doezagtrand op 11 december. Sorry, op 11 december, ja. Op 11 december waren mijn vliezen gebroken. Om 12:30 en om 12:12. 2 uur. 39 is mijn zoon geboren. Mooie dag. Echt mooie dag. En ja, toen bleven we nog even in het ziekenhuis. We kregen bescheid met meisjes van het personeel. Van de verpleegkundige in het ziekenhuis daar. Oh, wat een lieve vrouw. Echt nog steeds. Echt wat een geweldige vrouw was dat. Ik had echt een hele, zo'n fijne verpleegkundige. In het ziekenhuis, taking care of me. En guys, vrouwen, meiden, women. Het is niet erg als je gaat poepen tijdens de bevalling. Je merkt het niet eens. Het hoort er gewoon bij. Het hoort er gewoon bij. En ik zei nog, oh, moet ik? Ze zegt, nee hoor, ik doe het wel altijd. Oh, ja, er komt ontlasting uit. Je gaat poepen tijdens de bevalling. Want ja, alles daaronder voelt een druk aan. Dus het komt allemaal. En je voelt niet eens dat je ontlasting hebt. Je ruikt het. Dus dat... De laatste maanden, denk even na wat je gaat eten. Of in ieder geval, de laatste dagen, besef even wat je gaat eten, want anders ga je het daar ruiken. Dus ja, en daarna moesten we even in het ziekenhuis, we moesten eigenlijk in het ziekenhuis blijven. Want mijn zoon, David, Elika, Merwee, Kinkila Gode, had gepoept in zijn vruchtwater. Dus ter observatie moesten we ongeveer 8 uurtjes blijven. En aan de andere kant was het echt heerlijk. Het was echt heerlijk om niet gelijk naar huis te gaan. Want in Nederland, als je gelijk bent bevallen, als alles wat goed is verlopen, zou je eigenlijk binnen het moment dat je bent bevallen, binnen 2 uur, zou je gewoon eigenlijk naar huis kunnen gaan. Dus ik was echt blij dat we de eerste 8 uurtjes gewoon lekker daar konden blijven. We kregen daar ook ontbijt in de ochtend. Het was, ik sliep phenomenal. Dat was echt. Ik was moe. Ik was moe. Ik was echt moe. Dus na de bevalling laat de verpleegkundige laat je nog even liggen. Daarna neemt ze je mee om lekker even te gaan douchen. Hey! Guys, de douche was heerlijk. Maar plassen was pijnlijk. Plassen was pijnlijk. But thank God. Voor de straal, waterstraal. Tja, wanneer ik aan het plassen ben. Mm-hmm. Heaven. De douche was heerlijk. Die vrouw had me zo gewassen. Hey. Nee. Hey, ik voelde me net als mijn eigen cliënten. Heerlijk. Ze heeft me gewoon boemd. Tja, 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 tja. Ik ging ook lekker tanden poetsen. Echt om water op mijn hoofd. En toen had ik mijn pyjama aangedaan. En toen ging ik lekker op bed liggen.
Ik lig op bed liggen. Ik heb geslapen. Ik was moe. Ik was moe. En toen de volgende ochtend kwam de kinderarts om natuurlijk David weer te controleren en zo. En ja, het was gewoon groen licht. We mochten gewoon lekker naar huis. David werd omgekleed in een maxi-cosi. Papa ging auto halen. Mama was er. Oma was er ook. Dus ja, mijn twee prayer warriors die bleven alleen maar binnen de hele tijd. Dus ja, toen mochten we naar huis. En toen kwam ik thuis aan. Echt het besef van, nu begint het. Like. En het is ook gewoon zo mooi om natuurlijk het ziekenhuis te verlaten met z'n drieën. We gingen met z'n tweeën naar binnen en we verlieten het ziekenhuis met z'n drieën. We prijzen God daarvoor, want we weten dat er heel veel andere gevallen zijn in sommige mensen's leven. Dus ik prijs God gewoon voor deze opportuniteit, voor deze mogelijkheid, voor deze genade die hij mij heeft gegeven om een moeder te zijn, vrouw te zijn, een zuster te zijn, om al deze rollen te hebben en dat ik ze ook vervul. En ik bid gewoon voor iedereen. Ik bid gewoon voor iedereen dat je deze ervaring mag meemaken. It is the most beautiful, onbeschrijfelijke ervaring die je ooit kan krijgen als een vrouw in je leven. Van het moment dat er een zaad valt en dat de zaad iets wordt. Dat een zaad een mens wordt. Het groeit uit tot een mens die jij als vrouw zijnde in deze wereld mag uitpersen. That's grace, guys. That's grace. That is a grace dat God aan niemand anders heeft gegeven dan alleen de vrouw. Wauw. So, dit is mijn bevallingsverhaal. Het blijft nog steeds one of my biggest achievements in life. Het is heel erg mooi. Het is heel erg mooi. En ik geloof dat mijn verdere toekomstige bevallingen en dergelijke wat sneller zullen gaan. Nou, dat weten wij nooit. En het is niet erg als je met de rug geprikt bent bevallen. Het maakt je niet minder vrouw van dat je niet de natuurlijke pijn of et cetera hebt gevoeld. Nee, ieder lichaam is verschillend. Ieder situatie is verschillend. Wij zijn op dat moment blij dat het ten eerste goed gaat met het kind. En wat het beste is voor het kind. Natuurlijk ook het beste voor de moeder, of course. Maar de kind staat toch wel op nummer 1. Dus als dat één van de dingen is dat wij moeten doen. Zodat het kind sneller eruit komt, dat gaan we dat doen. Maar het maakt je niet minder vrouw als je met de rug geprikt bent bevallen. Of met een keizersnee of wat dan ook. Nee, you are still a woman, okay? Because you carried that child for 9 months. You gave birth to it. You are still a woman. Let me tell you that, okay? Dus ja, op dit moment ga ik nu een paar beelden aan jullie laten zien. Dus een paar vlogjes, paar wat ik ook maar heb kunnen filmen. Want ik kan me niet eens meer herinneren. Dus ik ga jullie gewoon een paar beelden laten zien. En ik hoop dat jullie van hebben genoten. En oh ja, our secret emoji. Een baby natuurlijk. A black baby. Okay guys, don't try me. A black baby boy. Okay, a black baby boy. En een blauw hartje. Let's put it in a comment. A black baby boy. En een blauw hartje. Enjoy de overige beelden die er zijn. En ik zie jullie weer tot de volgende keer. Hi guys. Oh my god. It has been a while. En ik denk dat jullie ook aan mijn gezicht kunnen zien dat ik al potver ben. Ik weet niet eens meer wat de laatste video was die ik ooit had gefilmd. Whatever. Maar we zijn echt richting het einde. Zoals je kunt zien. Wacht, ik ga me even de video laten. Ik ben zelfs in de babykamer kapot schattig. Zoals je kunt zien, we zijn al ver. We zijn op 39 weken en 7 dagen. Morgen is het officieel 40 weken. We zijn 8 december vandaag. Dus het gaat hartstikke snel. Dus wat een geweldige tijd om zwanger te zijn. En ja, we zijn gewoon excited. Kamer is ook al, ja, eigenlijk is gewoon al klaar. Is gewoon period, is gewoon al klaar. We're just waiting
Onarstan, het is een jongen. Dus ja, misschien zit de laatste video gewoon in dat boek. Ja man. En op daar de amazing father, hoe is hij? Come make your entrance. Ja, ik zit in een meeting. Oh, oké. Okay. Ja. Nee, ik dacht misschien mijn sokken aan te doen, maar daarna kan wel. Ja, ja. Daarna, ja. Dus ja. Just waiting has been... Nee, het is echt een geweldige tijd geweest. Om te zien hoe mijn lichaam is veranderd. Oh my god, from that skinny girl. Nou, skinny. Dat hoop ik niet, maar you know. To now, like... Fully grown. So, belly and everything. Lichaams changing. Opgezwollen voeten. Ik belde hem om even te helpen met mijn steunkousen. Maar hij zit in een meeting. Dus ik denk daarna. Ja. Ik heb nu wel. Nou, eigenlijk vind ik nog steeds niet dat ik echt een pregnant face heb. Want. Is niet echt zo extreem erg. Maar ja, het zijn de laatste loodjes nu. En ja, I'm just excited. Ik ben er klaar voor. Mijn lichaam is er zo voor gemaakt. Because we are women, like, we are made for this. Dus mijn lichaam is er zo klaar voor. Mijn mind ook. Praying every day for it, weet je. Dat ik niet gestrest raak. Dat ik niet in paniek raak. Dat ik niet ga twijfelen aan mezelf en God en weet je. Alles eromheen. En dat God gewoon mijn mind beheerst, weet je wel. Dat we zullen overwinnen. Gaat niet makkelijk zijn. Because, ja. Yeah. Eve, hè? Eve. Dus elke vrouw moet gewoon door die pijn heen. So, we're ready. We're really, really ready. So, he can come. But het is gewoon, ja, ik ben gewoon blij. Ik ben gewoon happy dat ik dit mag meemaken, pregnancy. Weet je, het is niet dat we 2 jaar lang onmin aan het bezig waren. Nee hoor, dan ben ik aan het einde voor dat. We waren gewoon dit jaar ermee begonnen. Want ja, dit jaar 2021 waren we mee begonnen. Want we waren like van, you know, we bought the house. We zijn bezig met het huis. We hebben een huis gekocht. We zijn lekker stabiel. Inkomen is goed. Weet je, ik was begonnen met ZZP-schap. Inkomen was gewoon lekker. En ja, God blessing, you know. So all the hard work, all the sacrifices, and all the praying, all the retreats that I go, you know. I go Canada, I go London, I go Brussels, I go Germany, I go everywhere for my God. So, it's just sacrifices, you know, I'm not lucky. It's just, le parcours, it's just the journeys that I have walked that has blessed me this way. So, ja, dus dit jaar ging ik pas proberen. Al die jaren waren we daar sowieso niet mee bezig, want ik was gewoon lekker aan de anticonceptiemiddel. Voordat mensen gaan denken van, she has been struggle for 2 years, now fine, no. No, period. No, we don't do that. We don't do that African thing that when you are married, binnen 3-4 maanden, no, we don't got time for that. We need to stabilize things, you know, weet je wel. A good environment for my child, you know, when he's gonna come, that we can, you know, afford everything for him because the child is expensive. Oh my God. Oh my God. Nee, stop it. Stop. Stop. A child is expensive. Zo. So, we zijn pas dit jaar begonnen. Anticonceptiemiddel ging eruit. Ik denk januari of zo. Ja, januari of zo. En voor mijn verjaardag was ik al zwanger. Ja, voor 29 april was ik al zwanger. Ik denk dat ik in april was ik al zwanger. Want toen we die test deden, stond op die clear blue dat ik al 5 plus was. 5 plus week, zo. So imagine how fast, weet je wel. Terwijl sommige mensen, ja nee, je moet geen anticonceptiemiddel gebruiken. Want wanneer je weer zwanger wil raken, gaat omheen duren, complicaties, bla bla bla.
bullshit. I'm just gonna say that. Like, dat is gewoon nonsens. Het ligt aan je lichaam. Het ligt ook gewoon, when the season is right, God is gonna give it to you. Weet je wel. En wij zijn zo'n koepel, we laten alles in Gods handen. Toen ik het staafje indeed, lieten we in Gods handen. Toen het staafje eruit ging, lieten we ook in Gods handen. Van God, we let this detoxing season in your hands, you know. En binnen 3 maanden, 2 maanden, was ik gewoon zwanger. Kijk, sommige mensen hoor je na een jaar, na, oké, is your body, weet je, body. Het verschilt ook qua lichaam en zo. Dus we are just grateful dat het gewoon zo snel is gegaan, weet je wel. We are just grateful for that. En ja, yeah. It is what it is. Dus ja, ik gebruik door een staafje, gewoon zo'n hormonale staaf, ideaal. Gewoon lekker in laten, een soort van spuiten met een injectie gaat het erin. En je hebt er nooit meer terug. Kijk, nou weet je wel, ik werd ook niet ongesteld. Vond ik helemaal geweldig. Hey, vissa. Dus ik had het gewoon goed. Ik had het gewoon goed wat betreft mezelf beschermen tegen zwangerschap. En ik vind het geen taboe. Ik vind het geen crime als je getrouwd bent. Want hello, heb jij zin om elke keer nadat je bevallen bent. Dus nadat je bent bevallen moet je even 6 weken gewoon even niet. Je weet toch gewoon even je lichaam laten rusten. En daarna ben je puur zwanger. Eh, bonico? Dat is toch een machine kaka? Eh, nee man. Gaat hem niet worden. Mm-mm. Girl, mm-mm. Mm-mm. Don't have time for that. We don't have time for that every year, child. Ha! Please, I beg. I beg. Mm-mm. Dus ja, zodoende. Zo is een beetje de journey gaan. Totdat we. Hey, zoals we praten nu. It's too much. Totdat we gewoon hier zijn. 9 maanden later. Waiting on our son. Our firstborn. Our king. Oh, I can't wait. I can't wait. I'm just so excited every day. Elke keer dat ik een kick voel. Dat ik een trapje voel. Dat ik dit voel. Het doet pijn. Maar het is een liefdevolle pijn. Gewoon niet normaal. Gewoon, dus I'm just excited. En ja man. I'm gonna be a mommy. I'm entering parenthood. Hey! Nee man. Gewoon geweldig, de liefde om me heen. Mensen die me appen, die me bellen. Heb je wat nodig? Hoe gaat het? Na, weet je wel. Baby shower was amazing. Mijn baby shower was amazing. Het was wel during, ik was denk ik al 37 weken. Maar het was amazing. Echt, shout-out naar Yazola en haar team. Anna Maggie. Rolies. Mijn broertje, Destin, weet je wel. Shout-out naar jullie. Amazing team. Die de baby shower gewoon verzorgd hebben, weet je wel. Die gewoon van begin tot einde hebben voor gezorgd. Dat ik gewoon een geweldige baby shower heb gehad. De decoraties en alles. Het was mooi. Behind my expectations. En iedereen die aanwezig was. En Gladys die via een verlanglijstje werkt. Iedereen had gewoon gehaald wat er echt nodig was. Nee, echt, ik adviseer elke moeder die een baby shower gaat houden of whatever. Zelfs wanneer je kind 1 wordt of wat voor feestje ook. Maak gebruik van een verlanglijst. Weet je, dan ga je dingen krijgen die je echt nodig hebt. Snap je wat ik bedoel? Want anders gaat iedereen maar. Het is natuurlijk gewoon leuk dat iedereen gewoon wat koopt. Maar vaak heb je dat je dan dubbele dingen krijgt of. Dingen die je al hebt, of ik zei het ga en zo, weet je wel. Dus ik had via een verlanglijst gewerkt. Ik had gewoon dingen geplaatst die ik nog nodig had. Dat ik denk van, nou, misschien kan iemand dat van me kopen. En people did it. People did it. Echt. Ik was zo blij. Ik was echt blij. Heel veel mensen hebben echt heel veel dingen gewoon van de lijst gekocht. Dat ik ook gewoon nodig had, weet je. Dus dat vond ik zo fijn. Echt gewoon amazing. Shout-out naar iedereen. Die dat gewoon heeft gedaan. Van hun hart. Uit hun hart. Om te investeren. In ons kind. Dus dat vond ik echt. Vond echt mooi. Het was gewoon een geweldige dag. Gezegend dag. Spelletjes gedaan. Gegeten. Gedronken. Gelachen. Gedanst. We prayed. So it was very amazing. Shout out naar Peet Moeder Zola. Just for everything. You know. Dus
has been a journey, but ze is altijd naast me geweest. Dus thank you Merwe Panda voor alle tips, voor alle... This woman sends me like every day wel een foto of iets van dit heb je nodig, dit moet je halen, dit is handig, dit. Dus echt aan informatie, I was not lacking with her. Nee, ze is echt on point. Dus echt shout-out naar haar. Shout-out naar haar, de moeder van mijn peetdochter, Eliana. Dus echt een amazing journey. Amazing journey waarvan... bepaalde mensen zijn afgevallen, maar bepaalde mensen weer zijn bijgekomen. Dus ik zeg altijd, weet je, God laat je nooit alleen. Mensen kunnen afvallen in je leven, maar God heeft altijd wel andere mensen paraat staan om je in die periode dan weer met je verder te gaan. Dat je het niet eens had verwacht, weet je. Dus has been a journey, but it was a blessed journey, definitely. So I'm just excited for him to be here to start a new life. Start een nieuw lijf. Ik ben ook benieuwd hoe ik ga zijn als moeder, weet je wel. Ga ik veranderen qua karakter? Of komt er een extra karaktereigenschap erbij? Of verander ik helemaal, weet je? Ik weet het niet. But I'm just so excited. I'm really excited for who I'm gonna become. You know, which kind of mom I'm gonna become. So, let's do this. Let's do this. Motherhood. Ik ga nu even wat eten. Ik heb honger. So I'm just gonna cut it here. And maybe the next time. Dat ik weer mijn camera ooit ga pakken. I'm a mom. So God bless you everyone. And may God bless your wound. For those who are searching. For those who are praying for it. For those who are wanting a child. May God very bless your wound. Open up your wound. Every vibrum that is in your belly. That is, you know, fighting against that seed that God wants to plant inside of you. Let it be broken, cancer, in the name of Jesus. Because in the kingdom of God, the Lord himself said there will not be a barren woman. So I don't... No. Bless. Your wound is blessed. Your wound is blessed. You just, you know, have faith. Start buying baby things. Start planning. You know, start doing those little things. Your wound is blessed. Your wound is blessed. We as child of God, we are blessed. You know, we are blessed. So, Nou guys, het is 11 december. En ik denk rond, als ik naar de klok kijk, was het doezagtrand of zo. Ja, doezagtrand. Het was doezagtrand. Dat ik een beetje nottigheid voelde. Ik denk, hey, wat is dit nou? Helemaal onderbroek inleggen en zo waren nat. Dus ik dacht even bellen naar de verloskundige. Ik denk dat mijn vliezen gewoon waren gebroken. Ik weet niet echt zeker. Dus even douchen. Nu heb ik zo'n grote kraamverband aan, zeg maar. Maar ik voel nu wel gewoon, moet ik het weeën noemen? Ja. Ja, toch? Nou, je kunt toch even meegaan. Dit is gewoon onze documentaire, hoor. The Comest of the King. Oh la la. Maar anyway, ik zie hier dat een beetje om de 4-5 minuten zo, dat ik best wel een wee heb van een half uur. Half minuut richting een minuut. En ja, hoe ze het beschrijven, menstruatie pijn, ja, dat voel ik zeker hoor. Echt heel lang geleden dat ik ongesteld ben geweest. Zeker nu bijna. 9 maanden geleden. Nee, dat ik echt die pijn heb gevoeld hoor, babe. De laatste keer was echt bon, maar niet uit. Dus, Ja, dus in de laatste uur, dus sinds toen ik bij elkaar gewoon 14 zeg, sinds 2 uur heb ik al 6 weetjes gehad. En de verloskundige kwam daar bij jou, ja, maar ze was bezig. Ze zei als het echt ernstig of als er verandering zal zijn, daar ben ik bij.
Dus ik denk dat ik dus straks wel even ga bellen. Spannend! Dus met andere woorden, het kan vandaag gebeuren, 11 december. Hè? Huh? Ik hoop het hem alleen ons. Ik ga stuk. Maar ja. Als mijn weet het volhoudt, gaat hij blijven filmen af en toe een beetje en zo. Dus kleine shotjes. Komt helemaal goed. Nee hoor. Nee, kijk eens, dit is een W. Heb je gedrukt? Ja. Dit is dus een W. Hoe voelt het, babe? Ik weet dat ik vragen stel die ik eigenlijk niet moet vragen. Ik ga hierna pas praten. Te maken om naar het ziekenhuis te gaan. Nu kunt u checken of u alle documenten en spullen hebt klaarstaan of niet. Ja, het moet een uur duren, zeiden ze toch? Ja, ik had een uur. Nou, babe. Hoe ziet het eruit? Flip even, dan kan ik meekijken. Oké. Okay. Ja, ik begon te zien hoor. Oké, gelukkig maar. Nou, babe. Mm-hmm. Hoe was het? Hoe was het? Ah, ze was beter. Kijk wat hier. Het was wonderbaarlijk. We made it. Kijk onze zoon daar. Het was niet makkelijk. Maar mijn moeder en mijn man, they really pulled me through. Vooral dat laatste moment. Toen hij echt eruit kwam met al de vocht en alles en zo. Ik voelde zo'n opluchting, emotie, dankbaarheid. Echt. Echt. Een uur geperst ongeveer. En toen was hij er. Een uur en 2 minuten. Een uur en 2 minuten. Dus ja. Over een half uurtje komen ze nog even bij zijn temperatuur kijken. En ja, dan mogen we lekker naar huis. Lekker naar huis. Dan komt de kraamverzorgster. Ik denk dat het is gewoon om ons even te installeren, zodat we nog lekker verder kunnen slapen. Because we are tired. We are tired. But God is good. I have a son now. I'm a mother. And my husband is a father. We are parents of David, Elikia, Merwe, Kinkelangonde. Sentire. Nou, oma was ook aanwezig. Oma is helemaal. Even kijken, kan ik even. Ik zie haar niet. Oma is helemaal kapot. Die was er ook. Dus nee, was geweldig. I'm happy. Jan babe, laatste minuut in het ziekenhuis. Ja? Yeah? Going home. This is the moment. Mijn Marie. Vous avez des mots à dire? Nee, gewoon voor onszelf. Ik heb een tijdje gevolgd en een eigen kanaal gehad, maar het vraagt zoveel.